Het toestel dat geleverd werd op 17 mei 1945 op de vliegbasis, op de marinebasis San Diego. Werd zeer snel overgevlogen naar Pearl Harbor en bleef in Pearl Harbor. Versie 3R, de schutterschroepel die u achteraan kan vinden werd verwijderd. Dit speciaal voor bommenwerpersopdrachten in de Koreaanse oorlog. Het toestel werd in 1956 buiten dienst gesteld bij de Amerikaanse marine. En in 2005 werd het uiteindelijk gekocht door Charles Praxell, die zijn eigen naam gegeven heeft aan het toestel. Zijn de Charlie's Heavy. Dus Charlie's zijn de zware, dus een van de zwaardere toestellen natuurlijk. The past president of the United States, President George Bush, flew the TBM Avenger during World War II, and Barack Obama didn't. De basisbemanning van dit toestel bestaat eigenlijk uit 3 personen. We hebben die piloot, die zit vooraan en ja, die zit dus vast in zijn stoel. Dan hebben we nog een navigator, maar de navigator ja, die kan zich ook verplaatsen. Die kan ook onderaan gaan zakken. De ene hier wil de camera te zien voor in de contracten. Of hij kan natuurlijk ook het vliegtuig proberen te verdedigen. Designed
in the pilot development office of the Yakovlev Design Bureau. As a member of the second generation of Russian aircraft designers and best known for the fighter designs, Yakovlev holds retained a light aircraft design section. Still about to go on top, but it needs an almost continue. However, the lapping and all spent check charging in them. Well, that's what it's doing. Through, I tell you that, oh my god, the King of Wackers could have been there, so they have been getting on board. For a new engine to power trainer aircraft, it's a single row, five cylinder air cooled radial piston engine with aluminum cylinder heads. Push rods actuating the valves driven by individual cams on each cylinder rather than a central cam. We hebben een doel gehad in een formatie en dat is natuurlijk wat dat ik al was. Zulke kleine patrouille gaan ze naar elkaar toe vliegen nu en enkele crosses maken dus opposing passes. Hoe zegt het toestel? Hij vrijstrevend voor zijn tijd 1934. Zoals je kan zien, het landingsgestel is intrekbaar. Het origineel design gebeurt dit met kabels. This particular aircraft you'll be seeing flying today is number 27 of more than 5,000 of these airplanes ever built. It's one of the oldest still in flying. As I said, mix of operation. So,
I'd like to introduce you our air crew, flight people number one. Engineer on board, on the connector.
van het Victor-team al 9 jaar. En de Victor zelf staat nu klaar aan het begin van de runway 26 om op te stijgen. Or actually the P-80 Shooting Star proved to be an aircraft. That was obsolete quite quickly as a fighter. However, they Lockheed decided to increase the length of the aircraft, and they made the P-80C into the T-33 Shooting Star. And this proved a very successful trainer for those pilots that wanted to learn how to fly jets at the time. The T-33 was produced in more than 6,500 numbers. Currently, there's 27 aircraft flying in the world. De vliegopleiding was op de Fuga Magister en uiteindelijk de eerste operationele training van onze Belgische piloten in de jaren 60 en 70 gebeurde op dit toestel, deze T-33 T-Bird. And the aircraft was very successful as a trainer for many air forces, including the Norwegian Air Force, which had this airplane from 1952 to 1968, and it was a very common sight around Europe. Even though it's mostly known as a trainer, the T-33 Shooting Star also is a true warbird and a true veteran. It saw show in Switzerland as the transition took place, and the final flight of the Hunters was an 81-plane flight line, 9 diamonds of 9 aircraft. Binnen de Belgische luchtmacht. En ik kan wel zeggen, op een bepaald moment, in het begin van de jaren 50, hadden we maar liefst 148 toestellen van het F-4. En daarvoor ook nog eens 144 toestellen van het F-6 niveau. Dus uiteindelijk hadden we meer dan 300 van deze Hunters in gebruik binnen de Belgische luchtmacht. En dit tot 1963. Meerdere onder u waarschijnlijk reeds gekend,
Kok zei dezelfde vliegbasis in het 40ste smaldeel. Waarschijnlijk dan toch van TV, windkracht 10. Dat zag je waarschijnlijk nog wel de reeks in destijds, die uiteindelijk een zeer reëel beeld gaf van wat er gebeurt binnen de schoot van het 40ste smaldeel. Hun voornaamste opdracht is natuurlijk het tussenkomen bij luchtvaartongevallen, die gelukkig niet heel vaak voorkomen. Het grote deel van hun reddingsopdrachten is dan eigenlijk ten voordele van mensen of schepen in nood waarvoor een dringende tussenkomst nodig is. En dat is een beetje een voorstelling die zij ook weer vandaag gaan geven. Het is een voorbeeld of een voorstelling van zo'n search and rescue, dus een opsporing en reddingsopdracht. Ze kunnen natuurlijk nog altijd acrobatische figuren uitvoeren.
Er zijn verschillende doorvluchten nu in formatie. Moet je zelf maar kijken, we weten ook niet welke standen dat ze allemaal gaan uitvoeren. Handenstand, het zijwaarts liggen, van alle handen. Dat zijn gymnastiek figuren die ze gaan beschrijven. De twee dames, de Danielle Hughes en Freya Petersen. En dit is once again, this is the roller coaster. Negative G as they go over the top. Then positive G. Dit is al zeer onaangenaam, denk ik, voor de dames. Tijdens wat ze zeggen, de hump-team-up. Een beetje klimmen, op top, terug duwen. Dat betekent dat de dames en ook de piloten helemaal vallen, dames boven we naar onderhevig zijn. Force stress on the team display, but in college study performing up. As a child, she spent most of her time upside down, practicing gymnastics and loved performing. She's also performed as Disney characters at Disneyland in Paris, including dressing up as princesses and Winnie the Pooh for parades. Freya normally flies on the wing with Martin Carrington, who is one of our two Breitling pilots for today. Martin is from Clacton in England, first flew at his local airfield at the age of 9, and spent his childhood helping out at the flying club in exchange for lessons. Our other pilot in the sky... De ander eronder. Nog, het zal nog niet voor deze pas zijn, denk ik. Ja toch, voilà, de ene gaat op de rug en de ander gaat proberen de ronde door. En de dames gaan proberen van kant op de rug. One aircraft upside down, the other aircraft right side up, as the goals come within a couple of feet of each other in the sky. Wordt dat eigenlijk geen enkel risico? Het is gewoon vast wel, maar ze zijn losgemaakt van het harnas op het toestel. Met zijn enorme bommenlading, zijn enorme afstand, 1600 kilometer die kon afgelegd worden en de 10 uren dat hij kon blijven vliegen met brandstof aan boord, was hij natuurlijk een uitermate geschikt toestel om te opereren van op vliegdekschepen in de Stille Oceaan. This type aircraft was used extensively by the United States Navy and Marine Corps and in limited numbers by the United States Air Force. It was also flown by the South Vietnamese Air Force, the Royal Navy, the Swedish. Over 3,000 of these aircraft were built, bearing various marks and configurations. Some aircraft featured side-by-side cockpit seating, and some a single cockpit plus side-by-side crew seating in the cabin. It weighed in twice as heavy as the Dauntless Bomber, and was 100 knots faster. Figuren die hij gaat beschrijven. Hier komt Stitch Hutton.
Nicole, ik denk dat het nu komt van een trage overlucht. Traag, dat wil zeggen een grote aanvalshoek. Je ziet de neus omhoog, dus om de aanvalshoek te vergroten uiteindelijk om de relatieve dropzicht van de relatieve wind, om aan trage snelheid nog altijd 200 km per uur voor te liggen. Het is bijna niet te vliegen, moest het niet elektronisch geholpen worden. En natuurlijk altijd de piloot die de krachten uitoefent op de bestuurknuppel, die de krachten uitoefent. Die krachten worden natuurlijk door sensoren overgebracht naar de computer en dat wordt omgezet in elektrosignalen voor de besturing van het toestel. Valwheel, Philip Schacht.
Veerman and Kevin Q20 Vickers for the demo from the Augusta A-109. From the helicopter, the seeking missile should follow the flare and not the helicopter. Similarly, the F-16 deploy the same technology to take heat-seeking missiles and to distract them. Thank you.
tijgers wel waarom. Zoals je waarschijnlijk wel weet, elk squadron, elk smaldeel draagt eigenlijk een symbool, een embleem. Op badge en op de badge wordt het embleem. Het is niet moeilijk om uit te leggen, het is dus een tijger embleem. De tijgers zijn ook vertegenwoordigd hier in de stand ergens. Ik denk uiterst rechts ongeveer zou een tiger stand moeten zijn, waar je natuurlijk kennis kan maken met de leden van het Tiger Squadron. Hier komen we dan voor een eerste doorvlucht in Fighting Wing. Dat is hier een gewoon zeer snel manoeuvreren en zodanig dat niet in gesloten formatie, toch relatief samen, maar ze kunnen natuurlijk nog altijd zeer snel manoeuvreren. Once again, ladies and gentlemen, this time in big arrow formation. Op 990 uur op F-16. Hier komen ze, het zou normaal moeten gebeuren, net voor het begin. Thank you.
Dames en heren, dan komt u weer de horseshoe rond van rechts naar links voor een looping manoeuvre met de airshow. Hou uw camera's gericht. Daar komt u. En versnellen over de 250 km per uur, terwijl hij langzaam over rechts draait en sneller en sneller gaat. Zitten is dat deze volledig bestuurd kan worden met de hoofd van beide piloten. En een hele prachtige manoeuvre, cloverleaf manoeuvre met flares. The big advantage of this propeller aircraft presentation is that the formation changes can actively be followed by the public. So please keep the aircraft in sight during the entire presentation. You can follow right now the formation changing from super arrow to delta. Here we go. And as you can observe, the demanding formation change doesn't take longer than 10 seconds and it is ready. The precision of the aircraft maneuvers and exact formation change must be appreciated. The breadth of this big formation is approximately 70 meters. This corresponds to the wingspan of the biggest aircraft in the world, the Airbus A380. So it's a truly big, big formation that you see now in front of you. The Delta formation, passing at a speed of approximately 190 knots. And once again, you can now assist another change information. The group is passing from Delta to Tel.
All pilots in this display team are professional weaker, flying more than 20 tons and Buck 1.6J, exchanging it with a graceful propeller aircraft for the weekend. This is really unique in aviation. So here we go, with the teleformation. With two powerful Schneckma M88 engines
will impress the audience with their awesome power. Four, Curtis Wright.
Now, as the Breitling Super Constellation turns back to base, I direct your attention to the screens once again, ladies and gentlemen, across the field for the Disney Award Ceremony.